Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Zutphen Bedden in Erp en M. van der Heijden Autocentrum Zijtaart. Welkom bij Tooske's Prinsenjacht. De gezelligste spelshow van Brabant. Hier is uw rots in de branding. Ik ben jeugdprins Koen. Jeugdprins Koen, mensen. Ja. En hoe oud ben jij? 10. 10 jaar. En wie heb je meegenomen? Maar dat je zelf vertellen. Adjudant Sam. Adjudant Sam. En heb jij al verkering eigenlijk? Ja. Sam, ja, wacht even. Maar wie had jij verkering dan? Ja, Mare. Mare? Ja, maar dat weet ik niet. Wie had jij verkering? Ja. Mare? Wie is Mare? Is dat een mooi meisje? Ja. Ja, hoe ziet ze eruit? Vertel eens. Ja, gewoon mooi. Gewoon mooi. Ja. Wat voor kleur haar is ze? Blonde, ja. Blond haar. Bruin of iets, ja. Blond, bruin, maakt niet uit. Ze gaat veel naar de kapper, hè? En had jij ook verkering met wie? Met Evie. Met even. Misschien is het wel leuk dat je even bij die jongen daar even de groetjes doet aan jullie geliefde, zeg maar. Hé, hey, daar zit ze in. Zeg maar even iets tegen, zeg maar waar, van hallo of zo. Hallo! Ja. Hoi! Ja, dus als je jong bent is dat toch nog anders, mensen. Als je ouder wordt dan zeg je wel andere dingen. Hoeveel mensen kijken er wel niet, jongen? Waar zit jij? Hoeveel mensen kijken er? 3. Speeltje? Midden in de nacht. Dus als ik bij jou aan de deur kom, dan sta je niet raar te kijken. Dan... Nee. Probeer maar een keer uit. Ja, dan. Goed. Adres is bekend, gelukkig. En waar kunnen jou voor wakker maken? Ja, sinds dat we kinderen hebben, kunnen ik mij nergens voor wakker maken. Dan ben ik lief slapen. Dan word je heel grijnzig, zeg maar, kummelig, ja. Als je jou wakker maakt. Laat maar gewoon slapen. Ja, dus het antwoord wordt dadelijk kummelig, grijnzig in die trant. Waar kun jij haar nou voor wakker maken midden in de nacht? Jongen, zeg het eens. Waar maakte jij ze heel blij mee? Bier. Yes! Ja! Ik vertrek. Ik vertrek? Nee. Oh, dat is het programma. Ja. Ja, dat is dat mensen naar buitenland gaan, hè? Dat is, ja, zonder dat is organisatie. Jou, ja. Waar kun je jou voor wakker maken s'nachts? Voor een goede pot seks met mijn vrouw. Dat is nooit verkeerd. Maar gezellig. Heeft er iemand pizza besteld? Ja, volgens mij wel. Waar kun je jou voor wakker maken s'nachts? Of niet, dat kan ook. Moet ik dat ook echt serieus zeggen, of niet? Ja. En wel de microfoon erbij. Ja. Nou, dan komt er wat, denk ik. Hè. Dan doe maar iets anders, doe maar chips. En bij jou? Langs de wc pissen. Eigenlijk een hekel aan. Ja. Zeg, maar ja, hij dan, hè? Even de microfoon erbij houden. Hoe bedoelde hij dan? Doet hij dat vaak? Of, ja. Ja. Oh. Ja, tenminste, of een spin doet het, maar... Ja, of een spin doet het. Ja. Maar nou goed, maar in ieder geval... goed, maar dan kun je, als je hem nou laat zitten, hè, dat je last ja, van. Maar dat doet hij dan niet. Nee, dat doet hij dan niet. We laten ze even deur zien. Ja. En dan is het de hoogste tijd geworden. Kan ik een beetje zuigen met Rietje? Of, Ik ga het jou dadelijk laten zien, maar ik kan zuigen. Ja. En hoe zit dat bij jou? Met Rietje wel. Ja, met Rietje wel. Nee, daarom. Nou, dat komt helemaal goed. Dit wordt een heel ander programma dadelijk. Dat mag alleen maar na 11 uur.